Beste collega's, beste vrienden. Het nieuws, of het nu in de geschreven pers, de radio of de televisie is, wordt bijna volledig in beslag genomen door maar één thema: COVID-19. En elke dag brengt zijn deel van het slechte nieuws en de steeds restrictievere voorwaarden en maatregelen die genomen worden door de verschillende autoriteiten in dit land. En de politie is daar geen uitzondering op. We krijgen steeds meer en meer verontrustende cijfers en informatie van politiezones en diensten die zichzelf in quarantaine moeten plaatsen gezien het aantal collega's dat besmet is met het coronavirus. Als sociale partner heeft het NSPV de plicht om zijn afgevaardigden en aangesloten leden te beschermen, maar ook om het voorbeeld te zijn voor iedereen. En gezien de ernst van de situatie heeft het NSPV drastische besluiten genomen. Ons nationaal hoofdkantoor zal gesloten zijn van 15 tot en met 30 oktober. En al onze medewerkers zullen telewerken. Een telefonische permanentie wordt verzekerd volgens een nauwkeurig schema. U kan verdere info vinden op onze website. Onze permanent afgevaardigden die blijven uiteraard beschikbaar per telefoon, per e-mail of via de gebruikelijke sociale netwerken. Maar geen enkele NSPV-afgevaardigde op welk niveau dan ook zal deelnemen aan een persoonlijk contact. Morgen zal een duidelijke boodschap worden gestuurd naar de politieoverheden van dit land om ervoor te zorgen dat de vergaderingen die worden georganiseerd via videoconferentie worden gehouden. Anderzijds zal het NSPV niet deelnemen aan een persoonlijke ontmoeting. We zullen verder werken via videoconferentie. En wij behouden ons ook het recht voor om eventuele besluiten die worden genomen tijdens persoonlijke vergaderingen aan te vechten. In een tijd waarin gouverneurs, provinciegouverneurs, hun toevlucht moeten nemen tot uitgangsverboden, waarin bars en cafés in onze hoofdstad een maand lang gesloten zijn, waarin zoveel van onze collega's door het virus worden getroffen, kunnen we niet voorbij gaan aan de ernst van deze gezondheidscrisis en de urgentie om te reageren en datgene te beschermen wat voor ons absolute prioriteit is. Dat is het menselijk kapitaal. De IT-tools waar we vandaag over beschikken, moeten ons in staat stellen om volledig beschikbaar te blijven en te zijn en actief te zijn, terwijl we toch het fysiek contact vermijden. De situatie zal na 30 oktober opnieuw worden beoordeeld. Tot die tijd, zorg voor uzelf, zorg voor de mensen om u heen. Veel sterkte, dank u wel.